Het beste online business model om te beginnen als beginner. Nou, je bent waarschijnlijk aan het kijken naar verschillende mogelijkheden om online geld te verdienen. Je hebt misschien sommige al wel geprobeerd. En je zegt bijvoorbeeld dropshipping is een scam of YouTube automation is een scam. Maar wat nou als ik jou vertel dat het enige wat tussen jou en je goal staat, vaak het stukje doorzettingsvermogen is en lack of skill. En dat is misschien niet wat je graag wil horen, maar je hebt dus nog niet de skills om 100k per jaar te verdienen of 10k per maand. Dat is het enige wat tussen jouw doel staat. Doorzettingsvermogen en die skill. Dus dat zijn de twee dingen waar je op kan, ja, richten en waar je jezelf in kan verbeteren. Nou, er zijn natuurlijk tal van businessmodellen en ik zal er een aantal met je doornemen waar ik zelf in zit en wat de voor- en nadelen zijn. En dan kan je zelf beslissen welke voor jou het beste zijn. Nou, laten we beginnen met het verkopen op Bol. Ik heb zelf jarenlang verkocht op Bol, meerdere stores gehad op Bol en nu nog steeds heb ik een store op Bol. Een nadeel van Bol is dat je bijvoorbeeld product op voorraad nodig hebt. Dus stel je voor, wil je online business starten met verkopen op Bol, ben je afhankelijk van Bol en heb je per se voorraad nodig. Die voorraad hoeft niet per se thuis, maar dat zou wel kunnen. Dat heb ik in het begin zelf ook gedaan. Of vanuit huis te doen, of vanuit een fulfillment center, of vanuit een andere Nederlandse leverancier. Dat zijn een beetje je mogelijkheden. Je wordt 2 keer per maand uitbetaald ten opzichte van een Shopify waar je om de 3 dagen uitbetaald krijgt, waar ik zo even op terugkom. Je staat de commissie af, meestal is het ongeveer 13% van alle sales, of 13% en dan nog een vast bedrag van 85 cent. Van je sale sta je al van Bol. Dus je bouwt niet aan je eigen klantenbestand. Maar het heeft wel voordelen dat je zelf geen ads hoeft te draaien. Daarom help ik heel veel klanten met het verkopen op Bol. Omdat ze nog niet de skills hebben om ads te draaien. Want ads draaien is echt een compleet andere skill. En die moet je ook onder de knie kunnen krijgen. En dat kost vaak wat meer tijd, geld en doorzettingsvermogen om dat te behalen. Terwijl het verkopen op Bol relatief simpel is. En een makkelijker businessmodel om te starten, in mijn ogen. Maar niet het businessmodel waar je het meest uit gaat halen. En dat is naar mijn mening nog steeds Shopify dropshipping. Nou, dit doe ik inmiddels al 5 jaar. En ja, het grote voordeel is, je hebt geen voorraad nodig. Je kan op laag budget ads draaien op Facebook of op TikTok of op een ander platform. Of op Pinterest bijvoorbeeld. En je kan veel verschillende producten heel snel testen. Omdat je hoeft niet te wachten tot die producten dus van China of een ander deel van de wereld naar je toe komen of naar een adres. En je hebt geen voorraadrisico. Dus mijn mening is nog steeds het beste businessmodel om nu te starten in 2024. Dan is er nog een businessmodel dat ik zelf toepas en daar zal ik je ook wat meer over vertellen. En dat is een stukje coaching. Nou, coaching doe ik zelf nu al een aantal jaren en ik help dus ondernemers met waar we het net over hadden. Shopify dropshipping en verkopen op Bol. Nou, dit zijn dus high-ticket programs en hier vraag je vaak een paar duizend euro voor een traject. En heb je hoge winstmarges en kan je bedrijf schalen. Wel is het een heel ander spel dan Shopify dropshipping of verkopen op Bol. Er zit veel meer tijd in, het is veel meer long-term. Dus ja, er zitten gewoon verschillende dingen achter ieder businessmodel. Maar hoe kan je nou coach zijn als je nog nergens expertise in hebt? Ja, dat raad ik je dus niet aan om te doen. Dus ja, je moet dus echt ergens expertise in kunnen hebben om iemand verder te kunnen helpen en een bewezen track record. Nou, ik heb zelf 175 plus mensen geholpen, succesvolle Shopify store gehad, succesvolle Bol stores en ik run nog steeds een Bol store en een Shopify store op dit moment voor een brand. Oké? Dus dat is wel heel belangrijk, dat als je bijvoorbeeld in coaching gaat, dat je daadwerkelijk ook zelf resultaten hebt behaald en dat je mensen iets kan leren. Dat is wel een hele belangrijke. Dat zijn eigenlijk de 3 businessmodellen die ik doe. Daarnaast investeerde ik de afgelopen jaren ook veel geld in aandelen. Momenteel ben ik heel veel geld uit aandelen aan het halen. Ik heb daar wel wat geld mee verdiend, maar ik denk als ik dat, ik weet wel zeker, ik denk het niet eens, als ik dat in Bol of Shopify dropshipping of in coaching had gestopt, ik veel verder was gekomen. Hetzelfde voor crypto. Het is een hele volatiele markt. Ik zit er nu wel een aantal jaren in. En ja, ik verwacht dat ik er nog steeds heel veel uit ga halen. Alleen, ja, de grootste returns die ik heb gezien waren altijd een investering in mezelf. En dat wil niet zeggen dat je nou nu mijn cursus moet kopen of iets in die richting. Maar dat is echt hoe ik het voor mezelf heb gezien. Dat je daar de grootste gains op kan pakken. Omdat je daar zelf ook controle op hebt. Want vaak heb je geen controle over bijvoorbeeld een crypto coin of aandelen.
of iets anders. En daarom raad ik je aan om nog steeds je eigen online business te starten, naast je huidige baan of studie, of hier al in op te gaan. Dus dat was hem eigenlijk. Die drie businessmodellen pas ik zelf toe. Over andere businessmodellen wil ik het niet hebben, zoals een YouTube automation of een Amazon, omdat ik die zelf niet doe en niet succesvol heb gedaan. En daarom praat ik er niet over, ten opzichte van die andere goeroes die overal over zullen lullen, puur om views te pakken. Nou, zoals je ziet, ik neem deze video gewoon op vanuit mijn slaapkamer in Bali. Dus ja, mij gaat het echt om de message en om jou verder te helpen. Ik heb nog superveel video's voor je klaarstaan die ik voor je ga maken om je gratis value te geven. En mijn hele doel is zodat jij hier wat uit kan halen. Ik hoop dat je dit een super interessante video vond. Dat je weet welk businessmodel jij wilt starten en welke het beste bij jou past. Ik wens je heel veel succes met het runnen van je eigen online business. En ik spreek je weer in een volgende video. Ciao, ciao.